we het daarover eens. Ja, ja. Heel goed. Wat kan ik voor u doen, meneer Lampen? Ik had een vraag, meneer Van Vliet. Ik vond het ronduit kloten. Ja, meneer Van Vliet. Nou, omdat wederom we rond de tafel zaten met elkaar zonder enig resultaat. Zonder enige visie, zonder enig moment van bezinning. Het was ongeveer zo, we deden een plas, we lieten de zaak zoals het was. Het is voortdurend het effect van, we geven het geld uit, we weten niet waar het naartoe gaat. We hebben ook geen idee wat ervoor gebeurt, maar de volgende keer praten we er net zo hard over. Nou, ik had meer idee willen hebben. Kijk, ik heb vanavond nog geteld 4 keer een uitgebreide notitie gemaakt over hoe je omroepbeleid kan voeren in deze stad. Maar dit college luistert absoluut niet naar iedereen. Wat zou u idee zijn om omroepbeleid te voeren? Ja, kijk, op het moment dat je omroepbeleid gaat voeren, ga je eerst even vaststellen wat willen wij als gemeente. Hoe belangrijk vinden wij nou communicatie in deze stad? Ik vind persoonlijk communicatie hartstikke belangrijk. Mensen informeren over datgene wat er in de stad gebeurt. Ze mee laten praten over wat er in de stad gebeurt, is hartstikke belangrijk. Dat moet je goed doen. En dat is niet alleen een kwestie van een tv-omroepje, maar dat is ook je internet, dat is ook je radio, maar dat is ook vergaderen met de mensen in de stad. Dat is ook je raadsmail op tijd beantwoorden. Dat is eigenlijk alles waarmee je in contact treedt met een burger, waarbij ze informeert en waarbij ze wil duidelijk maken wat je van ze wil, maar ook wat je van hun terugkrijgt. Doen we dat als politiek? Absoluut niet. Nee, jij weet ook, mensen sturen mailtjes naar raadsleden en krijgen dan van 2 raadsleden een reactie. Dat is toch een gospe, dat kan toch niet? Dan neem je je vak toch niet serieus, dan moet je niet in de raad gaan zitten. En keer op keer kom ik met mensen in contact die zeggen, we horen helemaal niks van die raad. Nou herken ik dat een beetje van de landelijke politiek, want daar is het precies hetzelfde. Maar het geeft even aan hoe ongelooflijk lullig die politiek omgaat met hoe met mensen in de stad wordt omgegaan. En heeft Omroep Amersfoort haar kans om zich te presenteren de laatste 3 jaar in voldoende mate... Wat u betreft waargenomen? Nee, dat denk ik niet. Ze hebben alle kansen gehad. Ik heb ze wat dat betreft langs alle kanten de gelegenheid gegeven. Ik was een van degenen die voortdurend zei van jongens, doe het nou goed. Je kunt beter goed doen dan dat je het niet doet. En die kans hebben ze niet gepakt. Daar ben ik op zich, daarom zeker, ik begon de discussie ook voor mijn klap kloten. Dat was met name bedoeld rondom het fenomeen. Je hebt de kans gehad, je hebt het niet gepakt. En wat heeft de stad er nou aan overgehouden? En heeft u er vertrouwen in dat we een lokale omroep blijven als we... die nadrukkelijke samenwerking met Utrecht kiezen. Maar kijk, als het gaat om SEC nieuws itempje scoren en we hebben de 5 per dag, dan zal dat best lukken. Dat moet kunnen. Daar is RTV Utrecht ook mee geholpen op het moment dat ze de voeding krijgen van het Amersfoort. Maar dat is natuurlijk geen spiegel van de stad geven. Ik heb te veel ervaring met dit fenomeen om niet heel boos te maken over dit soort dingen gaat. De manier waarop je met kleine middelen toch grote omroep kunt maken is vanzelfsprekend. Je hoeft geen dure camera's te hebben. Je hoeft geen dure staf te hebben voor dit soort dingen. Dat kun je ook met weinig middelen gewoon doen. Mensen zitten niet te kijken naar, moeten HDTV in Amersfoort hebben. Die willen van, nee, we willen die dingen zien die wij interessant vinden. Die voor ons relevant zijn. En dat kun je met eenvoudige middelen en met hele gemotiveerde mensen kun je dat hartstikke goed doen. En die kans hebben ze laten lopen. Ik hoop dat het volgende college, hè, want dat zal allemaal moeten blijken, dat het volgende college er wel wat van gaat bakken. Deze wethouder, meneer Kruid, heeft er absoluut niks van gebakken. Moeten de mensen gaan stemmen zometeen? Ik denk dat de mensen hartstikke... Iedereen die niet stemt, gaat automatisch akkoord met het voortgaan zoals het nu is. En als je dus tevreden bent, nou, dan kun je gerust terugblijven. Maar ik kan mij niet voorstellen dat mensen die in deze stad een beetje de politiek gevolgd hebben, die eigenlijk gezien hebben hoeveel bakken geld eruit gegeven zijn zonder enige reden, bijvoorbeeld dit met Omroep Amersfoort, dat als die mensen ontevreden zijn, dan zullen ze echt moeten gaan stemmen en kenbaar moeten maken hoe ze het anders willen. En dat is helaas maar 1 keer in de 4 jaar de democratie. Dus iedereen die niet stemt, moet zich naderhand niet meer bemoeien en ook geen commentaar meer hebben op het geheel. En dat zou ik graag willen voorkomen. Dus laat de mensen komen. En heeft u voor die mensen die dan willen gaan stemmen, nu na uw vlammend betoog, heeft u nog een stemadvies? Ik zou ze in ieder geval willen aanraden om zich goed te oriënteren. Ik ga niet raden van, joh, stem nou BPA. Verstandige mensen stemmen sowieso BPA, dus dat hoef ik niet te roepen. Waar het om gaat is die mensen zich beraden. En er zijn middelen, of het nou de stemwijzer is, of de programma's van de partijen, of wat dan ook. Oriënteer je, kies er een paar punten uit waarvan je zegt, dat vind ik belangrijk voor deze stad. En spiegel het daaraan. En maakt mij niet uit wat mensen stemmen, als ze maar stemmen. Dankjewel. Ik heb ze zo het hoofd gehouden. Ik heb ze boven het hoofd gehouden. Ja, dat is nou. Ja, dat is een andere vriend. 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 Ja, d